Vandaag ga ik jullie Doodle Magic van Crayola laten zien. Dit hebben ze speciaal gemaakt voor peuters, maar ik gebruik hem vooral voor mijn zoontje van 4, die erg dol is op tekenen. Dit pakket is heel handig, want het is een soort mooie meeneemversie waarmee kinderen dus lekker kunnen tekenen en dan weer weg kunnen vegen en weer opnieuw kunnen beginnen. Dus je kind kan eindeloos lekker aan het tekenen gaan en dan weer wegvegen om opnieuw te beginnen. Dit is dan een soort gum. Hiermee maak je dus alles weer schoon. Kan je alle tekeningen weer weghalen en dan kan je dus weer opnieuw beginnen. Doe hem even open. Nou, dit is dus het tekenvlak waarmee je kind aan het werk gaat. Hierop gaat je kind dus iedere keer tekenen. Heel handig. Met een klittenbandje is dit afgesloten, zodat het er niet makkelijk uit kan vallen. Vind je dan de stiften. 3 kleurtjes waarmee je kind aan de slag kan. En dan hier ook heel handig opgeborgen een doekje. Als je dus je werkje hebt schoon, als je hier hebt schoongemaakt, dan kan je het met het doekje kan je weer makkelijk drogen. En kan je gelijk weer opnieuw beginnen en aan het tekenen gaan. Ik zal het even laten zien. Hier zie je de stiften op waterbasis. Nou, hier kun je dus lekker dus iets leuks mee tekenen. Nou, mooi bloemetje. Langzaam komt dus de tekening tevoorschijn. Als je eerst iets getekend hebt, zie je het nog niet zo goed. Dan wacht je even en dan komt dus je tekening eigenlijk tevoorschijn. Daarom heet het dan denk ik ook Magic, Doodle Magic. Je tovert als het ware je tekening heel mooi tevoorschijn. 3 verschillende kleurtjes waarmee je aan de slag kan gaan. Zo. Nou, je kind is klaar. Is tevreden en wil eigenlijk wat nieuws beginnen. Daar is dan dit handige kwastje, zeg ik iedere keer tegen mijn zoontje. Hiermee kun je het makkelijk schoonmaken. Je hebt hier dus een handvat, die kan je dus opendraaien. En daar doe je dan water met 2 druppeltjes afwasmiddel in. En dan moet je ervoor zorgen dat dit een beetje vochtig is. Dat doe je dus door een beetje te drukken. Je kan het ook heel makkelijk indrukken. En iedere keer wanneer je het dus indrukt, dan komt er dus wat vocht erin vrij. En als dit al een beetje nat is, dan kun je je werk heel mooi schoonmaken. En je kan dan je hele werkplek kan je dan heel mooi schoonmaken. Daar is dit doekje dan dus ook voor. Kinderen hebben de neiging, dat merk ik aan mijn zoontje, dat wanneer hij iets getekend heeft en hij denkt, nou even gauw wegvegen, dan pakt hij het doekje en dan veegt hij hem snel weg. Je kunt het ook een beetje zien op sommige plekjes, hè, zoals hier, misschien zie je het een beetje, zie je een beetje groen. Dan heeft hij toch even snel de neiging gehad, even snel groen weg te vegen. Nou ja, geen nood, als je het weer mooi wit wil hebben, dan kan je het gewoon in de was doen. Er is een handig etiketje bij, waarop dan staat hoe je het moet wassen. Koude was, mag ook met de hand, kan in de wasmachine. Als je het maar niet in de droger doet, gewoon ophangen om te drogen. Geen wasverzachter staat erbij. Nou, het is dus heel erg handig. Dit is gewoon voor jezelf, handig navulbaar. Ben je klaar en je denkt, mijn kind pakt het vandaag niet, morgen misschien ook niet. Dan maak je hem eventjes leeg en dan spoel je het weer eventjes uit en dan berg je het handig op. En wanneer je kind er weer zin in heeft, dan pak je het weer water, een beetje sopje erin en dan is het weer handig en goed te gebruiken. Het materiaal is heel mooi verpakt, heel handig ingepakt. En een kind kan je dus eigenlijk vanaf het begin, als je even mee samen doet, goed aanleren hoe die er zuinig mee om moet gaan en steeds moet inpakken. Nou, mijn zoontje die is vandaag naar het ziekenhuis geweest, moest in de wachtkamer wachten. Dan bij de dokter moet er natuurlijk over hem gepraat worden. Dus daar heeft hij zich lekker hiermee vermaakt. En dan iedere keer heel netjes. De stiften hield hij eigenlijk gewoon in dat vakje, zodat hij ze niet kwijt kon raken. En wat hij dan heel leuk deed, is iedere keer wanneer hij een nieuwe stift wilde, dan duwde hij ze een beetje naar boven, zodat hij aan de doppen kon zien welke die moest hebben. En die pakte hij dan, ging er lekker mee tekenen. En als hij klaar was, dan deed hij het weer netjes terug, pakte dan zijn kwastje en dan ging hij het weer schoonmaken. En dan met zijn doekje. Nou, dit is gewoon heel erg handig, ideaal om mee te nemen. Je hebt het heel snel weer opgeborgen, heel snel weer dicht. Een handvat voor je kind om het te pakken en mee te nemen. Nou, ik las dat dit voor peuters bedoeld was, maar ja, mijn zoontje van 4 houdt van tekenen. Ik vind het gewoon geweldig en erg handig. Dus bij ons zal het nog wel een poos meegaan voor hem. Dit was mijn review van Crayola
Het handig reismandje. Wil je nog meer reviews zien? Abonneer dan mijn YouTube-kanaal, zodat je meer reviews van speelgoed, van apps, kinderboeken enzovoort kan zien.